Ja, dit is het grote dramatische centerpiece van het album ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, nou, laten we maar luisteren. Ik dacht even, uh, het eind biedt nog enige comic relief... door de zaadcellenrace die gewonnen is. Maar <laughs> daarna sla je nog onverbiddelijker toe <laughs> met het eindtekst. Uh, ja, ik, 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 het is een heel heftig nummer. Ik heb het echt van begin tot eind uh, op het puntje van mijn stoel geluisterd. Ik, ik ga het toch even zeggen. Weet je, heb je hulp nodig? Uh, 0900 0113. Nou, dat, dat zie je wel bij dit, op programma's in de televisie of op de radio. Ik, ik zeg het toch even. Misschien, ik weet niet, dat heb ik dat gezegd. En dan kunnen we het nu weer over, over jou en dit lied hebben. Uh, het is wel heel uh, heftig. Ik dacht ja. echt van jeetje, is, is dat nou, is zie ik nu hoor ik nu opeens de ware Otto uh, Lucky Fonds? Ja, heel veel mensen zeggen tegen me van: Jeetje, man, wat zing je daar allemaal? En ook. Toen ik het live begon te zingen, want ik, ik zing dit nummer ook al een tijdje live, uh, hoor ik echt zo, ook wel eens in het publiek, echt zo van, oh, zo'n zo collectieve, oh, zo van, oh, ja. wat zingt hij toch allemaal? Ja. Het kan toch niet zomaar? Maar uh, ja, op de ene of andere manier, voor mij is het niet een heavy nummer om te zingen, uh, omdat ik het, uh, uh, als het ware, de. de de, 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 de heftigheid van de thematiek wordt voor mijn gevoel een beetje ook in balans gehouden door uh, de, gewoon de, de, ja, wat ik zelf dan de poëtische kwaliteit uh, vind. Ja. En ook gewoon de, um, de, 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 de humor, de comedy. Het ja. is natuurlijk echt super grimmige comedy. Dus wat, wat dat betreft, echt een soort van Nederlandse. Nederlandse comedy, een beetje Piet Paaltjens-achtig, een beetje dat grimmige, die grimmige vibe ben ik voor gegaan. Mm. Maar het is natuurlijk wel zo, mensen vinden het chockerend sh omdat het expliciet over suïcide uh, praat. En in popmuziek wordt heel vaak over suïcide gezongen. En dan zeggen ze, ik ga dood zonder jou. Of ze zingen van, ja. without you, I would die. Weet je mm wel? -hmm. Of like, I don't want to live without you. Ja. Snap je? Het is eigenlijk een, een suicidaal verlang. I don't yeah. want to live without you. Maar dit gaat gewoon heel expliciet over suicide en jezelf willen ophangen. En in die zin is het misschien een beetje een taboe om er zo expliciet op in te gaan. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen van: uh, ik, ik zou er ook in kunnen komen als iemand tegen me zegt van ja, je wilt een komisch ding, maar. Wat je, het, het is niet alleen komisch, dit lied natuurlijk. Het is echt serieus. Gaat het ook over deels over zo'n zo ja over de, de soort van existentiële leegte die je in een depressie kan ervaren? Mm -hmm. En um, maar ik dacht: van... Heb je wel eens mijn, ja, ja, ik... Ik dus, ja, mijn ja? Ik kan Ja, ik kan maar één ding nog zeggen. Ja, sure. ik wil dat mijn muziek. Ik wil zeg maar, ik wil dat niet alleen mijn muziek, maar ik wil dat muziek. Uh, het, het hele spectrum aan um, menselijke emoties uh, en menselijke thematiek uh, kan beslaan. Dus we hebben net een heel hysterisch nummer gehoord: Machtloos, weet je wel. Mm -hmm. En, en uh, dit is eigenlijk een heel, ja, heel contemplatief over echt. Ja, over suïcidale verlangens. Ik vind dat je daar gewoon over mag zingen en dat je erover mag praten. Sterker nog, ik vind het ook heel goed dat je net dat nummer noemde... Voor dat je hulp kan zoeken als je, eh, als je last hebt van, van suïcidale gedachten. Ja. Maar ik geloof ook in het doorbreken van het taboe. En ik geloof ook dat praten over suïcide... Uh, zal helpen bij het voorkomen van suïcide. In Nederland is suïcide een heel groot probleem. Vier of vijf mensen per dag hmm. in Nederland alleen, hè? Dat so moet je fijn. je voorstellen, vier hmm. of vijf so. suicides per dag. Yeah. En um, ik denk, eerlijk gezegd, een van de grootste problemen als iemand depressief is, is. En nu spreek ik uit ervaring om je vraag te antwoorden, yeah. is eenzaamheid. Ja, als één ding, alle depressies zijn anders. Maar ze hebben het, de ervaring van isolement hebben ze gemeen, denk ik. ik denk, hmm. En um, ik denk wel eens van, als jij. Echt suicidale verlangens hebt, en je hoort dan een lied als dit, waarin een, een, een karakter, of ik, of hoe je het noemen wil, um, uh, heel expliciet over dat soort dingen spreekt, mm -hmm. uh, dan denk ik dat je ervaring niet zal zijn van zie je nou wel, uh, zo is het gewoon. Nee. Maar dat je eerder misschien een beetje verlucht wordt, omdat je denkt van ik ben niet de enige ik ben die, die de dat enige, denkt. Ik ben niet ja. de enige die ja. dat ja. denkt, en, uh, en, en en het is ook geen schande om dat te denken. Nee, het is geen schande. Ik bedoel, het is wel uh, het is problematisch als je dat elke dag denkt. En ik, dan zou ik ook zeker adviseren om uh, daarover te praten. Mm -hmm. um, maar het uh, is, is helemaal niet erg. En het is ook, komt er vrij veel voor. Ja, maar ik je, bedoel, hebt, je had, kon natuurlijk besluiten. Ik neem aan dat je over gedacht hebt van hoe eindig ik het nummer? Want dat is toch ook vaak de boodschap die je ja. dan meegeeft. Hè? Dus je had kunnen eindigen met die za zaadcellen race, Maar ja. heb je, toch, je kiest dan nog een keer voor te zeggen van nou, hang, jezelf ja. <laughs> hang jezelf ernaast. Hang jezelf ernaast, zeg het leven af. Want ja. de een die wil zijn bed in, maar ik wil immer. me. Ja. Maar als je goed hoort, het laatste woord valt niet. Nee. We okay. horen het in ons hoofd, maar okay. het valt niet. Ja, dat is waar. Dus, het, het waar, dus waar het ja. nummer eindigt is wel belangrijk. Ja. Uh, uh, weet je wel, zeg het leven af. De ene die wil zijn bed in, maar ik wil in me. Ja. Dat is het einde. Ja. En niet iets anders. Nee. En, uh, dus, maar ik denk juist, eerlijk gezegd, van uh, dat ik, ik denk dat, dat als iemand echt uh, last heeft van, ja, van, van depressie en er dus zal vast iemand zijn die dit lied hoort en zelf echt dit op het moment aan het voelen is, allemaal. Mm -hmm. En ik hoop echt zo van harte dat die persoon een beetje verlicht zal worden in zijn ellende. Uh, door de ervaring uh, van gedeeld. Uh, van, ja, van geleeld, dat, dat, ja, dat je denkt van oké, okay, ja, sommige andere mensen denken ook zo. Of iemand anders is het ja. ook al aan het denken. Ook al denk ik dit natuurlijk niet elke dag. Nee. Maar ik heb het wel ervaren, natuurlijk. Ik heb zelf ja. ook uh, ik heb heel veel last gehad van depressies. Ik heb uh, twee grote gehad. Maar van eentje heel groot. En toch wel vanaf het eind van mijn puberteit tot, tot, tot aan een jaar of zeven geleden uh, veel uh, last van uh, stemmingswisseling, uh, ja. stoornis. Ja. Die dan soms uh, een depressieve episode met Ja, dat meebouwt. is dan manisch-depressief. Dat, dat wordt dat genoemd? Nee, niet zonder de mani. Ja. Ja. Oké, okay, zonder ja. mani. Ja. ja, je hebt de bipolair, maar je hebt ook ja. unipolair. Oké. Okay. Okay. Of misschien heb ik wel die manische kant. Maar kan ik die heel goed kanaliseren in mijn. Ja. Uh, muziek? En een laatste vraag daarover dan. Je zei, je hebt één keer een hele grote uh, gehad. Hè? De, hoe ben je eruit gekomen? Um, ja, door middel van. Uh, 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 geduld. en hulp. Uh, hm. therapieën. Hm. En. Um, kijk. Wat voor therapie? De in mijn geval was het. Uh, Cognitieve gedragstherapie. Oh ja. Mm -hmm. En ook later ook nog uh, emdr ach, therapie gehad. Ja, die cognitieve is ja. gewoon van dat te zeggen: van ja, denk maar even goed na wat is het ergste wat er kan gebeuren. Weet je, dat je het heel, nou, heel concreet maakt. Nee, cognitieve oh. gedragstherapie is meer, denk ik, als ik het goed heb, een, een soort training, is, is jezelf echt proberen te trainen om, om te relativeren. Ja, als ja, is ja, dus ja, De hele tijd uit een uit soort ja, van. Ja, nee, dat is hele klopt, tijd. Ja. En uh, je kan je, je, ja, je dat valt dus best wel iets te doen. Want dat grappig ook. De depressie is eigenlijk een vrij goed behandelbare uh, ziekte. En de, 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 de meeste mensen die depressie krijgen, um, die, er zijn veel verschillende behandelingen en veel verschillende succesvolle. De meeste mensen die depressie krijgen, die, hebben ook, die, die komen er ook weer uit. Mm. Het, grote, het grote deel, merendeel. Maar wat me hart breekt, is dat van bijvoorbeeld van die vijf suicides, dat daar mensen bij zitten die nooit hulp hebben gehad, waarvan niemand het weet. Weet je wel? Ja. En, en Dat, dan breekt mijn hart. Dus ja. als je last hebt van depressie, dan moet je weten, meestal gaat het over. Vaak gaat het vanzelf over ook. Mm -hmm. En um, als het uh, te zwaar is, dan zijn er heel veel verschillende therapieën. Medicatie is uh, heel succesvolle medicatie, kan ook. Um, je kan, dus, dus er zijn heel veel, uh, ja, de, 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 je, je kan er eigenlijk vrij goed aan doen. Ja. Oké, okay, nou dank je, dank je voor je voor je ja, delen van dit met ons. Ja. En, uh, even... Maar we moet ook wel even zeggen. Ja. Het, is wel ook een, het is ook wel gewoon comedy, hè? Ik bedoel. Ja. Kijk, het, mijn, concept <laughs> okay. is, mijn concept van Multimens... Mijn concept van multimans. Het is ook een beetje invloed, beïnvloed door uh, de, de, de regels uit. Um, um, uit het uh, gedicht van Walt Whitman, van, uh, waarin hij uh, Song of Myself, waar, waarin hij zingt op, waar hij zegt op een gegeven moment van uh, do I contradict myself? Very well then. I am large, I contain multitudes. Dus in mij zit, uh, ik ben zo groot, ja. dat zelfs paradoxale dingen in mij. Dit is het meest defensieve nummer op het album. <laughs> Misschien wel uh, het meest defensieve nummer ooit in de Nederlandse taal. Ja. Maar. Um, aan de andere kant is het ook wel echt grappig. Want ik lig zelf dus de hele tijd krom om de helft van die dingen. Als ik het hoor, dan lig ik de ja. hele tijd dubbel. Bijvoorbeeld de grappigste regel zelf vind ik uh, met die vlindertjes. Dus dan ga ik naar de sportschool en yeah. dan train ik zo gestoord yeah. voor die sixpack op mijn buik, yeah. waarmee ik de vlindertjes vermoord. Gewoon het idee dat je in de sportschool, de mensen die crunchen zitten doen, dat ze daarmee de vlinders in hun buik zo, oh. zo verpersen. Oh, oh, mooi. Ja. Dat, dat vind ik echt, dat vind ik ook wel het grappigste. Ja. Maar die dingen. Ja, en de, mond, de vondst van de mossel is ook wel heel mooi, vind ik. Ze zei je net, uh, ja. is uit 500 jaar leeft in plaats van jaar. Ja. Maar wel, wel, wel een mooie vondst.